Op een dag word je op de wereld gezet. Je groeit op, gaat naar school en je rondt de opleiding toerisme af. Goed zo. Zo kom je terecht in de reiswereld. Je hebt een leuke baan en je betaalt elke maand pensioen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die duurverdiende centen? Gaat dat niet naar die grijze bobo's van de pensioenwereld in hun dure leaseauto's en gouden paleizen? Of is het pensioenfonds er alleen voor de ouderen? Blijft er wel iets over voor jou? Kan je niet beter je geld in een oude sok stoppen? En luisteren al die bobo's eigenlijk wel naar jou? Wil je weten hoe het wel zit? Grijp je kans. Vraag het Frank Radstaken op zijn blog. Hij geeft antwoord op al jouw vragen.